Iedereen kan leren om te stoppen met nonsensvragen te stellen. Kijk, ik had deze vlogje gezet en gemaakt. En kijk, iedereen blij. Ik ga stuk, bla bla bla, lachen, haha, gieren, brullen. Zo, zo leuk. En helemaal onderin. Kijk, Gori Rani met een vraag. Waarom praat je zo belachelijk? En voordat ik antwoord ga geven op je vraag, wil ik jou dit vragen. Waarom neem jij de moeite om in mijn TikTok dit soort dingen te zetten? Het is mijn TikTok. Ja, dus dan doe ik precies zoals ik wil. En tussendoor, wat vind je van mijn poppetje? Ik denk een beetje dat je er zo uitziet. Niet blij, ontevreden, negatief. Ik bedoel, ik vind nog best positief poppetje zo. Pukketje, pukketje, pukketje. Kijk, doe je ding, een beetje rimpels van vermoeidheid. Probeer gewoon een beetje blij te zijn in je leven. En als dat zo niet kan op TikTok, ga dan van TikTok af. Kijk, en ik verstel me ook voor dat je een beetje rood door je ogen van vermoeidheid. Krijg je daar energie van het negatiefste? Kijk nou eventjes hier, wat hier allemaal is. Kijk, er zijn zoveel mensen die zo positief zijn. Kijk eens van top naar teen. Ik bedoel van boven naar beneden. Lachen, allemaal smileys, hartjes, een mooie vinger erbij, huilen van het lachen. Zo moeilijk is dat niet. Kijk, en het gaat dorrel en dorrel en dorrel. Lachen, lachen, roosjes. Iedereen, Rita, Shetty, Anju. En dan komen we daar aan. Probeer te leren van iemand anders. Het is zo zonde van je energie. Kijk. Die naam. Kom, laten we het weghalen. Ik ga iets anders ervan maken. Kras, 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 krassen. Kijk, en tussendoor denk ik. Ik ga precies 3 minuten en 25 seconden voor jou inspreken. Met mijn fantastisch mooie stem. Het is mijn TikTok. En ik praat in mijn TikTok zo leuk als dat ik kan. Ik hou van mijn eigen stem. Dus had jij eigenlijk al gekeken naar een stukje zelfreflectie. Ik bedoel zelfreflectie. Ik verslikte me even. Kijk, wat vind je tussendoor van mijn auto? Ik maak een waggie, kijk. Gewoon even wat anders. Even afleiden. Nee, niet laten afleiden. Oh, een Sinterklaas waggie. Kijk, leuk. Maar even tussendoor. Kijk naar jezelf. En probeer te kijken, waarom ben ik nou zo? Waarom moet ik nou zo doen? Waarom kan ik niet blij zijn voor een ander? En ooit hoop ik dat je tot de kern komt daarvan. Want ik geloof echt in het goede van de mens, weet je. Oh, kijk tussendoor naar mijn regenboogwangen. Kijk, alle kleuren van de regenboog. Ik zie de kleur in ieder mens, echt waar. Ik hou van kleurtjes. Ik hou van vrolijkheid. Ik hou van lachen. Ik hou van mooie dingen. Ik hou van dingen mooi maken. En daarom geloof ik ook echt dat...